Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Favorites. De video zit echt bomvol met toffe dingen, onder andere deze trui, toffe apps en een manier om gewoon super makkelijk en snel in slaap te vallen. Wat wil je nog meer? Dus ik zou zeggen, doe alvast een duim omhoog, dan gaan we na de intro beginnen. This first day, donderdag is first day, het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Oké, okay, first things first. Om te beginnen met deze trui. Ik kreeg hem via Twitter van iemand toegestuurd. En ik dacht, are you for real? Het is echt een super chille trui. Ik draag hem vooral nu thuis, omdat hij gewoon lekker comfy is. Als je film gaat kijken ofzo. En ik heb nu ook een jongensbroek aan, dus de hele chill outfit is compleet. Maar hij is natuurlijk geschikt voor elke situatie. Ik heb hem besteld bij ASOS.com. Hij is daar nu ongeveer 25 euro. Hij is in de sale. Dat is mooi, dus je bespaart wat geld. Maar dat betekent ook dat hij waarschijnlijk over een tijdje niet meer te koop is. Dus als je hem wil, zou ik niet te lang wachten met bestellen. Hij valt een beetje groot. Het zijn jongensmaten, dus als je een meisje bent, moet je zo'n maat klein hebben. Maar als je normaal gesproken als jongen een L hebt, zou ik nu een M nemen. En als meisje, als je een L hebt, zou ik een S nemen. Snap je? Het linkje waar je hem kan vinden, staat natuurlijk gewoon in de beschrijving. Net zoals alle andere favorites. Dan het volgende. Oh boy gold. Ik kom van de week zo slecht slapen, nachten achter elkaar lag ik wakker en nou, wat ga je dan doen? Een beetje op je telefoon kijken. En als een geschenk van God kwam ik ineens op een pagina terecht waar een soort methode stond hoe je makkelijk in slaap kan vallen. En aangezien ik toch al op uren wakker lag en verder niks te doen had, dacht ik, ik probeer het gewoon en what the fuck, het werkt gewoon echt. Ik probeerde het de eerste keer, het werkte. Tweede nacht dacht ik, doe het gewoon vooraf. Nou, ik sliep binnen no time. En sindsdien doe ik het nu gewoon altijd voordat ik ga slapen. Super chill. Het heet de 4-7-8 techniek. En wat je doet, je gaat gewoon liggen en je gaat 4 seconden inademen. Dus. En dan hou je het 7 seconden vast. En dan blaas je 8 seconden je adem uit. That's it. En dan... Oh, ik word duizelig. Ik zie allemaal sterretjes met die lampen hier. Oké, ik ben er weer. Dat herhaal je dus 5 keer. En dan val je flauw en dus je slaapt. Nee, je valt niet flauw. Maar je hartslag wordt heel traag en je wordt ontspannen. En I don't know. Maar het werkt voor mij en misschien werkt het ook voor jou. Het is een tip. Ik zou zeggen, probeer het eens. Als je het dus benauwd krijgt, of weet je, misschien dat je een beetje kortademig bent. Stop gewoon, hè. Het is niet de bedoeling dat je stikt of zo. Het zal niet heel snel gebeuren, maar just saying. Daarnaast zet ik vaak, en dat heb ik trouwens een keer eerder al laten zien, dus ik ga hem heel kort bespreken, een app aan die regengeluidjes maakt. En dat is Thunderspace 2. En daarnaast maakt hij ook nog eens van die flitsen. Dus je legt hem gewoon zo neer en dan maakt hij flitsen. En dat is zo chill. En als dat ook niet bij je werkt, dan kan ik deze app nog aanraden. Die heet Deep Sleep. En ja, je zet hem gewoon aan. En dan hoor je iemand die een soort in slaap hypnotiseert. To make yourself comfortable. Dit is zo chill. Als je hier naar luistert. It doesn't actually matter which way you're positioned in the bed. As long as you're comfortable. As long as you're comfortable. Ja, ik heb het al heel vaak gebruikt. Wat die app dus doet, je hoort die man praten en die hypnotiseert je als het ware. Want die stem is zo slaapwekkend en je moet allerlei oefeningen doen. Je moet inademen, uitademen, adem vasthouden ook. Net als bij die 4-7-8. Techniek, maar daarnaast moet je dus ook concentreren op je voorhoofd, dan weer op je schouders, dan weer, nou goed, van alles. Ja, laat je van alles doen en dan word je uiteindelijk zo moe van. Op een goede manier, dat je gewoon, ja, in slaap valt. De twee apps die ik net noemde, de regengeluiden en de deep sleep app, zijn allebei niet gratis. Dus als je denkt, yo, ik heb wel 5 euro over voor een koffie met een smaakje, die binnen 3 minuten op is. Maar ik heb geen zin om 1 euro neer te leggen voor een app die mijn leven gaat redden. Prima, dan kun je gewoon gratis die 4-7-8 techniek doen. En ik had het net al over regengeluiden. Hoe fijn ik regengeluiden vind als ik ga slapen. Hoe niet fijn vind ik ze als ik daadwerkelijk de deur uit moet en het gewoon buiten stortregent. Ik had het van de week trouwens, hè. Ik ging naar de sportschool fietsen. En ik dacht, ik fiets wel een beetje tussen de druppels door. Niet gelukt, sterker nog. Het was nog erger dan douchen. Ik kwam daar aan. Nou echt, de hemel brak ongeveer open. En ik was tot mijn onderbroek aan nat. Onderbroek? Dat klinkt echt heel vies. Boxershort. Zeggen jullie onderbroek of boxshort? Ik zeg nooit onderbroek. Ik weet niet hoe ik daar nou ineens aankwam. Dan moet ik denken aan zo'n Borat ding of zo. Anyway, wat ik wilde zeggen, dat avontuur had je ook kunnen volgen op mijn Snapchat story. Dus als je me nog niet op Snapchat
volgt. Af en toe heb ik een dag dat ik denk, wow, deze dag ga ik Snapchat vloggen. Voeg me toe. Is virtual. Maar ik dwaal nu heel erg af, alhoewel het niet heel erg is omdat het zelfpromotie was. Maar waar ging het over? Oh ja, regen. Oké, regen, Rutger, focus. We leven in Nederland, oftewel het land waar het altijd droog is, behalve als jij de deur uit moet. Dus is het super handig om een app te hebben waarin je precies kunt zien wanneer het regent en wanneer het droog is. Ik gebruik daar heel graag de app Buienalarm voor. Het is nu een beetje slecht te zien, maar het gaat over een uurtje een heel klein beetje regen. Het is slecht te zien omdat het maar een heel klein beetje is. Maar wat dus het fijne is, als je een iPhone hebt, dan kun je een widget toevoegen aan je berichtencentrum. Waardoor je dus gewoon naar beneden slaat, woep, en dan zie je gelijk of het gaat regenen en wanneer het weer droog is. En had ik dat maar gebruikt van de week. Het is echt een super fijne app, maar ik vergeet hem elke keer om te gebruiken. Dus ik weet ook niet precies wat ik hier nou in wilde zeggen. Maar het is een hele fijne app als je hem gebruikt. Want hij klopt altijd wel. Ik wil jullie trouwens nog even bedanken voor alle lieve kaartjes die jullie naar mijn postadres de afgelopen tijd hebben gestuurd. Ik laat het nooit echt in een video zien dat ik post openmaak. Omdat ik dan weet dat de kaartjes die ik krijg naar me zijn opgestuurd. Heel erg gemeend, zeg maar. Niet dat je hoopt dat ik het in een video laat zien, maar dat je gewoon oprecht iets naar me wil sturen. En dat vind ik echt super lief. Het is een beetje laat, maar alsnog heel erg bedankt voor alle kerstkaartjes. En voor alle andere gekke dingen zoals deze unicorn. En ja, ik had nog een leuk schilderijtje gekregen en nog veel meer. En ik zag bij mijn postadres dat er al heel veel leuke kaartjes voor Oma Miep binnen zijn gekomen. Mocht je die weten, Oma Miep wordt 3 februari 80. En ik wil haar gaan verrassen met jullie kaartjes. Dus als je ook mee wilt helpen om Oma Miep een onvergetelijke dag te bezorgen, dan kan je haar een kaartje sturen naar dit adres. Dan ga ik het 30 januari ophalen, dus zorg ervoor dat het voor die tijd daar is. Dan ga ik Oma Miep verrassen. Ik kan echt niet wachten tot ze al jullie kaarten ziet. Dit waren de Furberts van deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Doe vooral even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En volgende week is het tijd voor Vraag het Fur. Oftewel, ik mag eindelijk dit stomme ding openmaken wat al veel te lang op de hoek van mijn bureau ligt. En ik wil weten wat hierin zit. Ugh. Oh, is die nou open? Oh nee. Maar goed, dat komt dus volgende week. Maar wat er ook volgende week in de Vraag het Fur zit. Ik ben al een tijdje aan het hinten over 29 januari 2015 om 3:30. Het is heel toevallig op een donderdag. Wat zou er dan gaan gebeuren? De 29e wordt echt een hele speciale first day. En ik ga volgende week 5 vragen voor jullie beantwoorden over de 29e. Ja of nee vragen. Dus gesloten vragen. Dus stel een vraag wat je wil weten over de 29e. Ik ga er 5 uitkiezen en alvast beantwoorden met ja of nee. En misschien dat er dan al een beetje een hint eindelijk komt wat het is. Maar dat komt dus allemaal volgende week first day. Dus ik hoop je dan weer te zien. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei! Mwah. I got no excuse when it's that alright, yeah.